Een hele goede morgen, welkom bij een nieuwe vlog. De meiden die zijn al helemaal gereed om naar het strand te gaan. Noah ook trouwens. Kijk. Buenos días, buenos días. Mira las damas, ¿cómo están? ¿Se perdieron la lengua? No. A ver, ¿tú tienes una lengua? Ah, sí, puedes hablar. ¿Tú puedes hablar? ¿Y tú? Buenas. En Liv? We hebben de kerstgek erop zitten. En we gaan naar het strand vandaag. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien was het erg gezellig. Met kerst, maar we hadden zo moeite met het wakker blijven. En vooral deze jonge man, die kon erg niet wachten op zijn cadeautjes. Nee, maar het is ook niet zo gek. We waren net aangekomen. Ja. We gingen kerst vieren met een jetlag en een reis van, hoe lang was het? Bijna 40 uur. Ja, het was echt lang. Maar dus, sowieso vieren ze het hier, zeg maar, vrij laat. Om 7 uur gaan ze aan tafel, nog niet eens, zoals later. We begonnen om 9 uur kwam iedereen binnen. Oh ja, precies. 9 uur kwam. We gingen eerst nog van alles te doen, zingen en doen en weet ik veel. En we gingen om. Om 10:30 gingen we aan tafel. En om 11:30 begonnen we met de cadeautjes. Ja, en dat is gewoon niet te doen. Is gewoon en voor ons was dat gewoon bijna de volgende ochtend alweer. Als je in een jetlag nog helemaal zit. Ja, dat. Maar ook al hadden we geen jetlag, vond ik het alsnog. Weet je, met kinderen moet je gewoon niet zo laat beginnen. Maar goed, desalniettemin, dat was hartstikke gezellig. Yeah. Noah heeft het helemaal gehaald. Die heeft hem helemaal. Dat heb ik ook van de kerstman gekregen. Van de kerstman. Nee, de kerstman bestaat niet. Misschien zijn er kijkers die er wel in geloven. Oké, die moet je er even. De kerstman bestaat wel. Kijk, waar is die? Ik heb er zo op gewacht. Wat is dat dan, lief? Naar Colombia. Wat is dat dan? Perico met een arepatje. Oké, en wat is perico voor de kijkers thuis? Ei met tomaat en ui en dat was het. Ja, tomaat, ei en meestal ook nog ham of zo, of kip. Kipfilet. Doe jij dat altijd? Ja, en dat noemen we perico. Llegó mi primo querido, aquí está. Vamos a ver si es tímido o no. Oye, preséntate. ¿Quién eres? Mi nombre es Luis Carlos Daza, colombiano, juniorista, primo de Junior, papá de Valentina. Padre de Valentina. Ok, ¿y ahora en inglés? ¿Y ahora en inglés? Saludos a todos. No, we zijn dus bij Punta Velero, leuke beach, bar, strand, club, restaurant. En we gaan hier lekker de hele dag met de kinderen lekker relaxen, zoals je net al zei. Het is wel lekker om even uit de drukke stad te zijn en eventjes te genieten van lekker de natuur en de zee en alles. Want in de stad heb je toch niet echt het gevoel dat je vakantie hebt. Het is natuurlijk super leuk om iedereen te zien en de familie en alles, maar het is hier wel lekker om. Vanaf nu heb ik eigenlijk echt zo'n vakantiegevoel. En gaan genieten. Tot schat. Daar is ook leuk, daar boven zitten. Ja, een soort van lounge. Nou, ik zeg tijd voor cocktails en vakantie. Wat dan? 6 euro. Nee, dat meen je niet. Nou jongens, de koffer is er. Onze koffer met de make-up, de toiletspullen, alles. Dus we gaan eigenlijk weer normaal douchen. En het heeft 4 dagen geduurd. Dus dat maakt niet uit. Boeien, ik maak gewoon die koffer, zit er toch niet uit.
massage gehad op het strand. Ik heb helemaal meteen... mijn nek is helemaal los. Echt heel relaxed. En deze diva zit hier ook heel erg te genieten. En Lena is lekker... diva, jongen. Oh, 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 oh. Lekkere gerechten, er zijn vaak de simpelste gerechten. Kijk. Heerlijk. Ja hoor. Alleen hij gaat, hij is de next level, mijn neef. Wacht even, hier ben ik. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hier ben ik. Hij eet gewoon de tong op. En dat schijnt een delicatesse te zijn. Jullie hebben het net gemist, maar hij haalde de tong eruit altijd. Dat gaat mij iets te ver. Maar deze is van hem! Nee. Van de kinderen. Dit is papa, papa, haast, ga je dat echt niet eten, nooit. Ah, ik heb net een stukje geproefd, dat ga ik echt niet eten. Maar het vlees papa heeft gewoon kip gegeten hoor. Maar het was wel lekker. Kijk, alle borden zijn leeg. Waar zijn er nog twee vissen? Want jullie ook een visje hadden? Kijk, kijk, dit, kijk, dit. Kijken, kijken, kijken. Toen startte de auto niet. Ook dit is vakantie. Daar sta je dan met je goed gedrag. Echt hè? Nou, ik vind het erg, maar ik zit lekker in de zon. Binnen in het windje. Hey, ik heb vakantie, ik heb geen haast, hè, schat. Als die maar wel start straks. Wat wel. Sta je dan, tweede kerstdag. In Punta Velero. Deze kids vinden het volgens mij ook niet erg. Geregeld, geregeld. Hier nog een auto. Nou, dat zijn je auto's. Helemaal niet in een collega's. Hoe wil je naar buiten, Noah? Wil je naar buiten? Ik ben boos. Waarom? De auto. Uitdaging om met je hele familie op pad te gaan. 20 man sterk. 25. Oh, 25 man sterk en nog niet eens iedereen. Dus we dachten even een... Is oké? Habla inglés, habla inglés. Who are you? Hey. Hey, bienvenido al canal de Junior y if. Hoy estamos en una pizzería donde no nos estábamos reservados. Regados por todos lados. La cuenta de la mesa número 27 no va a pagar con la 26. Eso es un enredo para pagar. Ja, ik zal het even vertalen. Hier zitten nog mensen. Hier zitten nog mensen van de familie. Een grote chaos hier op tweede kerstdag. En hier zitten de kinderen. Hallo! Ik wil drinken! Ja, Vienne. Ja, Vienne. Een grote chaos. ¿Y esta señorita bonita qué? ¿A qué hora es mañana, Junior? ¿A qué hora es madrugan? 6:30. ¿De la mañana? Yo creo que este man se levanta a las 12 siempre, ¿no? A la una. A la una. Yeah. So, hallo, hallo, hallo. De vakantie kan beginnen. We zijn in een hotel. We hebben heerlijk geslapen bij de familie. We zijn super, super, super lief opgevangen. Echt heel fijn. En vandaag gaan we een paar dagen nog in een hotel slapen. We gaan nog steeds de familie zien, maar we hebben in ieder geval ons eigen plekje. En dan gaan we lekker zwemmen hier en doen. En de vakantie kan beginnen. Kijk maar. Ik wil alle spullen gelegd. Wow, alle spullen zijn er al op, Noah? Ja. Nee, ik wil al gebezen. Nou, maar die houd die vast, schatje. Ja. Nou, daar zijn we hoor. Luxe paarden. Hè? Kijk, de mooie kerstboom staat hier nog.
Wow. Welk hotel is dit, Noah? Welk hotel is Plaza. Dit, Noah? Plaza. Hoe? Crown Plaza. Oh. Ja. En hè? Wie kan de vakantie heb echt je, heb je de mooiste kamer gevonden? Uiteraard. Een presidential suite. En nog eens een heel klein kamertje voor de kinderen. De onderste verdieping. En wij zitten helemaal op slot. Dan begint de vakantie pas echt. Die mee. Wow, Noah. Het kan overigens zomaar zijn dat jullie op de achtergrond Noah met zijn Messi shirt zien lopen en denken van nee, al die beelden, is dat allemaal op één dag gemaakt? Nee, Noah is echt helemaal gek op zijn Messi shirt en hij wil dat het liefste in slapen, in eten, alles. Dus hij staat op en hij reikt dan naar zijn Messi shirt. Maar hij moet nu wel echt gewassen worden. 4 dagen heeft hij hem al aan. 4 dagen, maar goed. Dus gelukkig. Dan weten jullie dat. Noah, dat shirt moet wel een keer in de was, hè? Bueno, bienvenido, mucho gusto, Mauri, para servirles. Les recuerdo cualquier cosa que necesiten, cualquier inquietud que tengan, con todo el mayor de los gustos, estamos para servirles. ¿Primera vez que nos acompañan? Sí. Bueno, les recuerdo nuevamente el desayuno de 6 a 10 de la mañana en el primer piso, room service 24 horas y el restaurante abierto hasta las 10 de la noche. Tenemos la, tenemos la piscina abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y ahí mismo tenemos un barcito que está abierto hasta las 12 de la noche. De la parte de afuera tenemos una pizzería muy buena. Se la recomiendo, excelente. Muy buena. Pizza linda. ¿Y quién cuida a los niños por la noche? Tengo maduro y tengo entre maduro y verde, o sea que está, este llamamos aquí hecho, o sea, está dulce pero está durito. ¿Y tú le decías uno o suave? Este está más suavecito. Gracias. Ahí también hay sí. Aquí en Colombia eten dus mango, met zout, limoen en peper. Zij heeft het zout met bloemen en peper en Elena eet het met zout. Dus die is super dichtburgers, maar ik eet het gewoon normaal. Zonder zout gewoon. En die man vraagt me 3 keer, weet je het zeker, weet je het zeker? Ja, ik wil het gewoon zo. Hola. Zo typisch dit, hè. Wij met de hele familie zwemmen. We zijn met ons in de kamer, wij komen naar buiten. Alles pakken doen, één grote disaster. Ah, het is wel grappig. Maar het is echt een mooi hotel en we lopen hier gewoon letterlijk de straat over naar de mol. En dan gaan we nu eten en zij kunnen spelen en een perfecte plek. Crown Plaza, perfect. Elena met haar neef, haar grote neef. Daar waar ze eerst niks van moest weten de eerste dag en nu is ze helemaal, oh Samuel, Samuel. Ik probeer die beste neef van me een beetje op afstand te houden, want die is eigenlijk wel super knap. In het volgend leven kom ik terug als Samuel. Samuel is wel knap, hè? Hij wordt echt een hartje breken. Ik zie hem af en toe naar even kijken en ik denk van... Ja, maar was hij 15? Ja, dus. Nee. Moet ik jou eens vertellen hoe ik was toen ik 15 was? Aha, kwam het er wel op, meneer Nerviosa? Nunca.